Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, vandaag is het weer eens tijd voor hardcore Minecraft. Ik had niet zo lang geleden nog een hardcore serie, alleen daar ging ik best wel snel dood. Dus ik hoop dat ik deze keer wel wat langer zal overleven. Ik begin hier al meteen met al mijn stenen tools te maken. Hier vind ik nog zo'n portaal ding, ik ben even de naam vergeten. Waar ik wat loot kan halen. En jullie merken het misschien, maar de commentaar is nu achteraf ingesproken. Normaal gezien doe ik de commentaar ook terwijl ik speel. En hier vond ik een tempel en de tempel bouwde ik al meteen om in mijn basis. Dus hier komen al mijn kisten en hier zocht ik al meteen een beetje ruzie met monsters. Dus dat was niet echt heel erg slim, want hier kon het al meteen een fout gaan. Hier hebben we nog een baby zombies. Baby zombies zijn wel een van de meest vervelende mobs in het spel. Maar gelukkig loopt het hier wel goed af. Anders zou dit wel een heel erg korte video zijn. En hier heb ik nog een village. Ik neem ook meteen de bal mee. Ik speelde ook hier echt in een heel erg goede seed. Ik weet niet meer of ik de seeds heb. Maar er zijn hier echt heel veel tempels en heel veel villages. Hier nog een tempel. En ik meteen ga looten. En zo door al die tempels te looten kreeg ik ook heel veel TNT. En hier nog wat hay bales. Wat goed is voor brood. Die bal hang ik daarop. En nu is het tijd om te gaan mijnen. We moeten nog diamonds zoeken, want op dit moment heb ik nog steeds geen diamonds. En we hebben ook nog geen dieren, dus die moet ik ook even naar mijn basis gaan lokken. Ik wou hier ook al een soort van sugarcane farm maken. Want sugarcane heb ik toch wel nodig als ik wil gaan enchanten. En dan kunnen de koeien hier komen. Is dit de farm voor hun. Zo, en dan zitten ze dus mooi opgesloten. En hier wil ik wat dingen planten. Ik denk dat ik hier de seeds ging planten. Hier ging ik dan weer mijnen. En ik ging gewoon naar beneden en vond hier al meteen de eerste diamonds. En het is wel altijd wel leuk om je eerste diamonds te vinden. En het is ook al een tijdje geleden sinds dat ik dit gespeeld had. Ik denk dat het denk al bijna een maand geleden is dat deze gameplay is gemaakt. Alleen ik heb het editen van deze video heel erg lang uitgesteld. En hier nog eens diamonds. En zo beginnen we al een beetje rijk te worden. Denk hoeveel hebben we nu? 6 in totaal. En dan kon ik zo mijn eerste pickaxe maken. Zo kwam ik aan 14 obsidian. En dan zo de enchantment table maken. Zo. En hoe gaat het met jullie kijkers? Met mij gaat het wel goed op dit moment. Ik ben sinds kort ook weer bezig met stage. Dat zorgt er ook voor dat ik in de week ook best wel moe ben. Dus als ik video's wil maken, heb ik nog enkel echt tijd in het weekend. Dus ik ben van plan om misschien één keer per week of zo, of om de twee weken een video te maken in het weekend. Dan heb je ook nog een beetje content. En nu kunnen we al tot level 30 enchanten. En laat even weten in de reacties of jullie wel dit fijn vinden, het achteraf commentaar. Of jullie liever live commentaar tijdens de gameplay willen hebben. Nu ging ik wat dingen verzamelen. Hoe heette die dingen ook alweer? Ancient debris. En dat is wel heel erg handig dat we al die tempels hebben gevonden. Zo heb ik heel erg veel TNT weten te bemachtigen. En hier is tijd voor explosie. Boom. TNT gevonden. En later zal ik zelfs nog meer ancient debris vinden. Het is wel een beetje gevaarlijk als je dit
TNT gebruikt, want als je te dicht staat, kan je misschien ook dood gaan. Dus het is belangrijk als je TNT plaatst, dat je ook even afstand neemt. Ja, dus even nu aansteken. Oh ja, hier was die skeleton die me nog even aanviel. Gelukkig had ik een schild. En is het nu tijd om het TNT aan te steken. Dus kaboom. Even wachten en dan kaboom. En hierdoor kwam er opeens heel veel lava. Maar gelukkig was er nog een pad waar ik door kon wandelen. En zo heb ik hier nog wat extra agent debris weten te hakken. En dan ging ik weer in overworld. En een keer op avontuur ging ik wat verschillende saplings verzamelen. En terwijl ik nog lastig gevallen door monsters. En ik besloot dan om snel weer weg te gaan. En ik had ook een stuk laten afbranden. En dan vond ik weer een nieuw dorp. Ik wou bijna tempel zeggen. En dan weer nog kom ik hier weer thuis. Bij mijn basis. En nu wil ik wat aan mijn basis gaan werken. Hier wil ik dan mijn bomenfarm maken. En hier ging ik dan weer net erin, want we waren bijna level 30. Nog even, we zijn level 30. Dus het is tijd om te enchanten. En eerst enchanten met die Silk Touch. Ik had het liefst Fortune 3. Maar Silk Touch, daar was ik ook tevreden mee. En hier kon ik wat meer diamonds hacken. En dan kon ik misschien later wel Fortune gebruiken om die diamonds te hacken. En redstone hackte ik wel hier zonder Fortune, want ik wou snel die levels hebben. En het gaat veel sneller als je het kwarts gaat hacken. Zo, we zijn nu level 30. Dus het zal level 31 zelfs. Nu hopelijk Fortune. En we hebben Fortune. Dat betekent dat ik ook nu die diamonds kan hacken. Nu is het weer tijd om op verkenning te gaan met mijn paard. Ik zocht naar spoesbomen. Ik had spoeshout nodig, maar ik kom onderweg nog steeds dingen tegen die ik nog wou meenemen. En hier nog zo'n portaal. Hier ergens liet ik ook even mijn paard achter. En ging ik dan verder met een boot. Oh, mijn paard kan je moeilijk op het water. En na een heel erg lang avontuur. Hier ging dan nog de berg af. Maar het was even zoeken voor ik spruishout vond. En daar won ik het dan eindelijk. En hebben we al bijna alle houtsoorten. En ik stoot ook even wat pestjes mee te nemen en dan zo naar huis te gaan. En in de terugweg vond ik dit nog. Met een schatkist, alleen ik besloot de schat later pas te zoeken. En dan zijn we weer bijna thuis, vond ik hier mijn paard terug. En dan gaat de terugreis opeens veel sneller als ik het paard kan. En vond ik hier nog een verlaten dorp. En waar ik nog wat HPL's kan pakken. Dan zijn we hier nu eindelijk weer thuis na een kort avontuurtje. En nu besloot ik dan om even wat kool te hacken met mijn Fortune en ook nog wat koper. Koper neem ik wel mee, omdat als je koper in de furnace doet, kan je er nog wel best veel XP van krijgen. En nu is het weer tijd om wat te bouwen, dus dit hier is de bomenfarm. Dus hier ga ik alle bomen planten. Ik wou het ook een beetje decoreren. En ik had mijn diamond armor nog niet aangedaan, dus dat besloot ik nu te doen. Dus hebben we nu echt volledig diamond armor. En hier ging ik dan alle spruisbomen planten. En hier nog wat zandmijnen, maar toen ging mijn shovel kapot, dus ging ik net erin. En dan vond ik nog zo'n pillager. En daardoor kreeg ik ook bad omen en ik had die misschien wel in leven moeten laten, zodat ik die effect niet kreeg. En dan
ben ik zo weer bijna level 30. Ik wou nog tot level 33 gaan, maar toen werd ik aangevallen en ja, hier gaat het al bijna fout. En eerder kwam ik op een half hartje, dus ik was een beetje in paniek, dus ik ging snel naar boven. En zo ontsnapte ik aan die piglins. Dan na een beetje geheeld te hebben, ging ik weer naar beneden. Maar dan werd ik weer aangevallen, dus ik wou me inbouwen, maar ik was net te laat om om weg te komen. En dan gaat het zo weer fout. Probeerde ik hier hetzelfde weer te doen en dan ging het weer fout en ging ik dood. Helaas. Maar ja, dit was mijn weer zoveelste poging op Minecraft Hardcore. Dus ik ben zeker van plan om dit nog te doen en hopelijk gaat het dan wel beter.